Hier is een ongelooflijk dapper, lief klein meisje aan de rest van haar bestaan begonnen. Dat staat er op de stenen plaat geschreven die het gat van de vuilcontainer afdekt. In de Frits Konijnstraat is de vondst van het meisje het gesprek van de dag. Zo ook bij de Amsterdamse brandweer, die de paar dagen oude baby bevrijdde uit haar mistroostige situatie, een vuilcontainer. Ze zijn natuurlijk ontzettend geschrokken van de melding, maar ze hebben het heel zakelijk opgepakt. Wij moeten nu handelen waar we voor getraind zijn, snel optreden, snel redden. En dat is ze gelukt. En het feit dat het kind levend gevonden is en levend netjes afgevoerd is, maakte dat ze er positief op terugkijken. En dan heb je natuurlijk een hele andere emotie dan dat het misschien slechter was afgelopen. De politie heeft een groot rechercheteam ingezet om te achterhalen wie de ouders zijn. Ze doet onderzoek in de buurt en bij verloskundige praktijken. Het is nog volstrekt onduidelijk wat er achter de irrationele daad zit. Complete wanhoop, denkt Karien Zuidgeest, die jongmoeders in noodsituaties bijstaat. Ik ken deze situatie natuurlijk niet specifiek, maar het gaat over het algemeen over mensen die zelf heel weinig hebben meegekregen, zelf trauma op trauma hebben gehad. En het is echt een wanhoopsdaad en niet ingegeven van, goh, laat ik mijn kind nou eens in de vuilcontainer gooien. Dat is nooit een bedoeling en ik denk ook zeker eigenlijk dat het niet bewust gaat. Dat het echt voortkomt uit allerlei traumas in de vroege jeugd. En dat eigenlijk je ook bijna altijd kan zeggen dat zo iemand zelf heel slecht is opgevoed. Stichting Bescherm de Wieg hoopt met de komst van een babyluik in Amsterdam, dat gepland staat in juni volgend jaar, dit soort excessieve situaties te voorkomen. Nou, het dumpen van een baby in een container is natuurlijk zo'n irrationele daad. Denkt u dat een vondelingenluik helpt? Er zijn altijd zulke ernstige omstandigheden de reden van. En die kunnen wij niet bereiken. Misschien wel, misschien niet. En daarom wilden wij toch graag in ieder geval er zijn als de moeder wel een oplossing zoekt om haar kind anoniem achter te laten. Want die mogelijkheid is er nu gewoon helemaal niet.